Om de afschaffing van de slavernij te herdenken wordt jaarlijks in Nederland het Keti-Koti-festival georganiseerd. Keti-Koti betekent letterlijk gebroken ketenen. Dit jaar was het festival ook in Groningen. De Uruguay? We don't fight in Uruguay, we only made of. No, we ik heb alle kleuren hoofddoeken, dat kwakkoe, dat slavernij afgeschaft werd in Suriname en in de Antillen. En op de Antillen. Dat is het hele gebeuren van 1 juli. Kom maar, Keti Koti. Oh, mogen wij een pepertje? Natuurlijk mag dat. Ja. Jullie mogen een kaartje meenemen en inzul op dat glaasje als je het leuk vindt. Waar zijn die kaartjes voor? Die kaartjes zijn ter promotie van Sens. We staan hier namens Sens en dat is in het kader van seksuele gezondheid. Oh, zo. Thank you for your girlfriend. Thank you for the channel. It lip gloss. You can give the channel. Oké, thank you. Oké, have fun. Bye. Oké, hallo. Go far, you have to go far with this. This is goed? Oké, dankjewel. Nou, je hebt open. Dit is voor jou, hè, Leandro? Cadeautje voor jou. Ah, je ziet? You can get to you don't have excuse, now you can try to ride, finally. Alsjeblieft. Je kan kiezen voor kamer. Ik heb het gezien. Voor Gabriele. Voor Gabriele, de dokter. Ja, voor de dokter Luciano. Oké, of course. Mooi. Yeah. Tijdens het Keti Koti Festival konden de spelers van FC Groningen diverse sporten beoefenen, zoals bijvoorbeeld honkbal. Je houdt de knuppels aan 3 vingers vast, losjes. En deze knuppels moet op 1 lijn zijn. Zo, ja. Je houdt hem gewoon lekker vast dat je hem een swing kan geven. Dan ga je met de knop van de knuppel naar de bal en dan swingt hij door. Wat komt ongeveer hier? Kom maar op. Oké, okay, de eerste, hey, straks. Dan lachen. Oké. Oké. Dat willen we zien, jongen. Zulke ballen willen we zien. Kom, nog een keer. Kom, zie die camera daar. Kom, rechts. Naar rechts, Mikkel. Kom. We proberen wat meer bekendheid te krijgen voor onze club. En ook voor softbal en honkbal in het algemeen. Dat is niet een hele grote sport in Nederland natuurlijk, terwijl het hartstikke leuk is. Ja, hoe doen de spelers van FC Groningen het? Sommigen deden het best aardig, absoluut. Ze hebben toch wel het gevoel van, nou, dat doen we wel even. Maar als ze er eenmaal in de kooi staan en de bal op hun afkomt, dan is het wel even wat anders. Maar nou, niet slecht. Niet slecht. Er zit talent tussen? Nou, die ene die deed echt niet raar op zich. Volgens mij was dat Gonzalo met zijn witte shirt aan. Ja, met zijn blauwe broek, dat klopt. Dat ging helemaal niet raar.